Dames en heren, van harte welkom. We staan hier voor het oudste orgel in Nederland, oudste bespeelbare orgel in Nederland, wat gebouwd is in 1511 door Jan van Kovelens uit Amsterdam. En het is een heel intrigerende gedachte om ons te realiseren dat als we denken aan het Alkmaarse ontzet, wat in 1573 plaatsvond, dat dit orgel al in de grote Sint-Laurenskerk aanwezig was en haar klanken tentoonspreidde. En vandaar dat we u ook willen confronteren met een muziekstuk wat misschien wel gezongen en gespeeld is tijdens het Alkmaarse beleg, namelijk het nu bekende volkslied Wilhelmus van de Nassauen.